Cuídame, Orien. Hallo met Piet. Kan ik reserveren voor vanavond? Afhalen. Ja, afhalen, ja. Ja, wat moet je hebben? 2 kilo nasi, want ik ben met heel veel personen. Je hebt heel veel personen? Ja, 2 kilo. Wat betekent 2 kilo? 2 kilo nasi. 2 portie nasi, 2 bakken. Nee, 15 dan. 15 bakken? Ja. Hoeveel personen eet je? Met 20. Met 20 personen? Ja. Ja, hij kost niet ook wel. 20 personen? Ja, met 20, ja. Ja, en hoeveel nasi wil je hebben? 3 kilo. 3 kilo nasi. En nog wat? Ik wil graag 25 stukken kroephoek. Hoeveel kroephoek wil je? 30. 30. Maar waar woon je? Ik woon in Maastricht. Je woont in Maastricht. Kun je niet zelf hier komen bestellen? Nee, ik bestel liever via telefoon. Ja? Ja? Dus u had 5 kilo nasi? 5 portie nasi, ja? Nou, doe maar 20 portie nasi. Nee, 20 portie is te veel. 1 portie is 1 kilo bakken. Oké. Dan wil ik 100 satéstokjes. Hoeveel? 100 satéstokjes. 100 satéstokjes voor 20 personen. Ja, ik heb van die dikke erbij. Nee, dat is te veel hoor. 20 personen, 100 stokjes saté. Oh, doe dan maar 50 stokjes saté. Iedere 2 stokjes is 40. Nee, maar die eten 3 stokjes. Iedere 3 stokjes, dat is 20. Nee, die eten 4 stokjes. 20 personen? Ja, 20, ja. Dat is 15 portie. 15 portie? Ja, oké, dat is goed. 15 man saté. En 5 portie nasi. Ja, maar dan wil ik ook nog koffie erbij. 6 portie nasi. Nee, bami. Hoeveel bami? 5. Of 5 bami, ja? Nee, doe maar 6. Ja? Ja, heeft u dat? Dus u heeft 2 bami, 5 nasi en 3 kroephoek. En 3 kroephoek, 5 portie nasi, 3 kroephoek. Nee, niet nasi, bami. Ja, je hebt eerst gezegd, je wil nasi. Oh, sorry, het is bami. Geen nasi, alleen bami. Nee, en dan wil ik nog een beetje talkeer erbij. En nog groente erbij. Ja, hele grote berg, hele grote. Kom voor je, hè. Kom voor je, alleen wat begon. Maar ja. Hoe is je naam, mevrouw? Ik ben een heer. Ja? Ik ben een heer. H-E-R. Ha, ja. Ja? En waar woont je? In Hunsbroek. In Hunsbroek? Nee, niet in Hunsbroek, in Heerlen. In Heerlen? Ja. Nee, de Heerlen bezorgen we niet, veel te ver. Oh, dat is jammer. Hier is Maastricht, hè? Ja, Maastricht woon ik. Ja, je woont in Maastricht. Ja. Eerst Hunsbroek en dan Heerlen en nu Maastricht. Nee, ik woon in Maastricht. Mijn vader woont in Heerlen. Onder de brug, de tweede. Wat zit u? Onder de tweede brug. Onder de tweede brug, mijn adres? In de Kalvenderstraat. In de? Kalvenderstraat. Kunt je spellen? Ja, sorry. Jij bent mij veel te langzaam. Doei. Jongens, ik kom op.